Benedict Fiek is een van Nederlands beste strafpleiters. Ze verdedigde beruchte namen zoals Badr Hari, Dino Sorel, Jan Dirk Pauwburg en is deel van het team dat Ridouan Taghi bijstaat. Daarnaast houdt ze groot voor vuilers en bedrijven die gezondheidsproblemen veroorzaken aansprakelijk. Zo deed ze een paar jaar geleden aangifte tegen de tabaksindustrie en sleept zij nu Tata Steel voor de rechter. Hoe gaat ze om met grote criminelen? Wat wilde ze eigenlijk bereiken met de aanklacht tegen de tabaksindustrie? En wat maakte nou specifiek zo'n ontzettend goede advocaat? Welkom mevrouw Fiek, wat fijn dat u hier bent. Ja, leuk. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. U bent een paar jaar achter elkaar verkozen tot de beste vrouwelijke strafpleister. Wat is uw geheim? Wat maakt u nou zo ontzettend goed? Nou ja, kijk, dit soort verkiezingen, daar hecht ik meestal niet zo heel veel waarde aan. Heel eerlijk gezegd. He, dat is toch een beetje de gunfactor, et cetera, et cetera. Ik denk dat iedereen voor zichzelf weet of hij of zij zijn werk goed doet. Ja, dat heeft te maken met een heleboel dingen. Als advocaat treed je niet alleen maar op in de rechtszaal. Het is natuurlijk heel erg belangrijk dat je een ontzettend bijzonder contact hebt met je cliënt. Omdat uit dat vertrouwelijke contact met je cliënt de beste samenwerking voortvloeit. En vanuit die beste samenwerking ook vaak de beste verdediging kan voortvloeien. Dus dat is heel belangrijk. Dus uw geheim is een goede band met de cliënt. Maar ja, wat het exacte geheim is, dat weet je natuurlijk nooit. Maar ik denk wel dat dat een van de belangrijkste aspecten is om een goede advocaat te kunnen zijn. En je moet het natuurlijk ook heel leuk vinden om je standpunt over het voetlicht te brengen. Ja, dat je moet in de zittingszaal, je moet het fijn vinden om je stem te gebruiken, om je standpunt toe te lichten, om te proberen een rechter ervan te overtuigen dat jouw standpunt belangrijker is en overtuigender is dan het standpunt van het Openbaar Ministerie. En heel hard werken, neem ik aan ook. En je moet hard werken, ja, zeker. Er kijken op dit moment ook rechtenstudenten mee, okay, die misschien twijfelen over de morele kanten van strafrechtadvocaat zijn. Want uw cliënten zijn natuurlijk wel verdachte, mogelijke criminelen. Heeft u misschien tips voor hen over hoe zij om moeten gaan met dit toch wel moeilijke morele kwestie? Nou, volgens mij is het eigenlijk geen morele kwestie. Volgens mij heeft ieder fatsoenlijk rechtssysteem en iedere democratie die goed georganiseerd is en deugt, die heeft een goed georganiseerde en geoliede verdedigings- en strafvorderlijke procedure voor verdachten. We kijken naar Rusland. Daar zijn voorbeelden van bekend waar je toch wel rillingen van krijgt. Kijk naar andere dictaturen waar je liever niet onderdeel van zou willen uitmaken. Dan denk ik dat het morele dilemma om strafrechtadvocaat te zijn er eigenlijk niet is. Dat je blij mag zijn dat je mee mag draaien in een rechtssysteem waarin de verdediging voor zijn of haar cliënt een eerlijk proces kan claimen. Dat snap ik, maar ik kan me ook goed voorstellen dat stel, u spreekt iemand vrij. En ik spreek niemand vrij, of u helpt een vrijspraak te bewerkstelligen door uw fantastische argumentatie. En een week later pleegt deze man een moord of vrouw. Ik kan me voorstellen dat u dan wel even slikt en denkt, had ik dit wel moeten doen? Was deze vrijspraak wel terecht? En het is natuurlijk niet aan u. Maar ik kan mezelf heel goed voorstellen dat dat best wel even slikken kan zijn. Ja, maar je moet toch altijd proberen te abstraheren van wat je zelf denkt dat er aan de hand is. Kijk, het is op zichzelf heel overzichtelijk en simpel. Iemand wordt verdacht van een strafbaar feit. Dan zal het Openbaar Ministerie heeft de taak en de plicht om via rechtmatig verkregen en inhoudelijk, deugdelijk, redengevend bewijs een zaak als haalbaar te presenteren bij de rechtbank. Als dat niet zo is, dan je valt altijd terug, kijk, iemand is verdachte. Hè? Dus de impliciete puntjes die in je vraagstelling besloten liggen, is dat je toch denkt dat iemand onterecht vrijgesproken is op basis van een trucje van de advocaat. Hè? Als er genoeg bewijs is, dan kan iemand veroordeeld worden. Als er niet genoeg bewijs is, dan gebeurt dat godzijdank niet. En er is ook een
een slogan. Hè? Liever 10. Wat was het, die slogan? Liever 10 criminelen vrij dan 1 onschuldig in de cel. Ja, dan 1 onschuldig in de bak. Hè? Maar stel je toch eens voor dat je gewoon vanwege een conviction en 10, een innerlijke overtuiging, dat je iemand veroordeelt op basis van onvoldoende bewijs. Hè? Want het onderbuikgevoel is nou juist niet een van de meest overtuigende argumenten op een deugdelijke veroordeling op te baseren. Gaat u dan ook altijd ervan uit dat al uw cliënten onschuldig zijn? Of is dat eigenlijk niet eens belangrijk en gaat er gewoon om dat het rechtssysteem zo goed mogelijk functioneert? Nou, dit laatste is het allerbelangrijkste. En je kunt je als advocaat ook ontzettend vergissen. Ik heb het ook wel eens eerder verteld. En dat ik een cliënt bijstond. En die had een behoorlijk ernstig strafbaar feit gepleegd. Ja, het dossier bevatte ook een aantal bewijsmiddelen. En die wezen wel zijn kant op. En die wezen toen helemaal zijn kant op toen hij met daderkennis kwam en het ernstige strafbare feit bekende. En hij is toen ook veroordeeld, heeft die veroordeling aanvaard. En toen jaren later kwam er een familielid van deze cliënt, kwam bij mij op kantoor. En die vertelde dat hij zo in de knoop zat met zijn geweten. Ik zei, nou, ik hoorde hem aan. En hij zegt, ja, mijn familielid, die veroordeeld is, die heeft mij willen behoeden voor een gevangenisstraf, voor iets wat ik heb gedaan. Ik had hem verteld, dus hij had alle daderkennis, dat familielid aan die persoon die toch al regelmatig in de bank zat, had hij verteld. En toen heeft dat familielid, die heeft gezegd van, weet je wat, jij hebt geen strafblad. Je hebt een goede opleiding, je bent de trots van de familie. Ik ga dit varkentje wassen. Ik ga deze zaak op me nemen. Dus je moet ontzettend voorzichtig zijn in wat je zelf denkt. En het is een eigen ervaring die mij heel erg gevormd heeft. Dat ik denk, oh ja, wat is het ook alweer? Iemand bekend. Maar je kunt dus op grond van een stoornis bijvoorbeeld een strafbaar feit bekennen. Ik heb dus in een moordzaak heb ik 10 bekennende verklaringen gehad. Voordat, hè, er waren 10 mensen die claimden een moord gepleegd te hebben. 10. Dat was een cold case-achtige zaak. 10 mensen die claimden een moord gepleegd te hebben. Dat kon natuurlijk niet. Er was 1 dader. En iedereen had zo zijn eigen reden. Hè, de psychische problematiek of aandacht vragen of wat dan ook. Dus het is niet aan een advocaat om te beoordelen of een cliënt wel of niet iets heeft gedaan. Want een cliënt kan ook ten opzichte van zijn advocaat een ander verhaal vertellen omdat hij iemand anders dekt. Het is aan de rechter om het bewijs te wegen, om te kijken, is er voldoende bewijs? Ja, dan wordt iemand veroordeeld. Is dat niet zo, dan wordt iemand vrijgesproken. U heeft natuurlijk heel veel verschillende zaken gedaan. Ik gok er ook op dat u daar heel veel tijd in stopt. Maar u heeft ook meerdere keren aangegeven een vrij luie student te zijn. En eigenlijk niet zo geïnteresseerd te zijn in uw studie. Nee. Waardoor vond u dan wel de liefde voor dit vak? Nou, de mensen die je bijstaat. Ik bedoel, op het moment dat je dus tegenover iemand zit in een celletje en iemand wordt als verdachte aangemerkt en je voelt in al je vezels wat het moet zijn als die deur wordt opengemaakt en iemand wordt in een klein hok geplaatst en je hebt contact met zo'n cliënt en ik ga weer naar buiten en zo iemand wordt opgehaald en van zijn vrijheid beroofd gehouden. Nou, dan wil je dat je als advocaat er alles aan doet om zo iemand te helpen. Dus dat was voor mij niet zo heel ingewikkeld. Ik bedoel, vrijheid vind ik een heel groot goed. Gezondheid, tabak en vrijheid, dat zijn zo ongeveer de belangrijkste, en liefde natuurlijk, maar goed, dat er even terzijde, maar dat is gewoon het allerbelangrijkste wat er is. En dat kun je als strafrechtadvocaat, kun je daar een hoop in bedenken als je dit soort dingen belangrijk vindt. Op de tata- en tabakzaak komen we later nog terug, maar we zijn wel benieuwd wat u nou uw bijzonderste zaak vindt. De zaak die u het meest bijgebleven. Uw favorietje eigenlijk, na al die jaren dat u toch wel in de strafrecht heeft gewerkt. Kijk, qua principieel belang is tot nu toe, vind ik, de tabakzaak en Tata het belangrijkste. En daar kom ik later dan wel op terug, waarom ik dat zo ontzettend belangrijk vind. Dat is het principiële van de belangen die je nastreeft. En qua individuele, commune strafzaak, denk ik toch dat het de Balkenzaak is geweest die ik als
meest ingrijpende, dat was mijn eerste echt grote zaak met heel veel media-aandacht. En dat maakt een zaak ook weer anders. En daar zat echt alles in die zaak. En ik was ook nog eens zwanger van mijn jongste kind. Ja, dus ik moest die zaak, die heb ik geprobeerd om binnen die zwangerschap af te ronden, ook nog eens een keer. Dus dat was in alle opzichten was die zaak gewoon echt heel bijzonder. Qua bevooroordeeldheid en deskundige en de problematiek met een psycholoog en de cliënt en de beschuldiging. Ja, even wat meer informatie over de zaak, want het is een hele interessante zaak. We hebben er ook ons over ingelezen. Ja. Er was een vrouw gevonden met een balpen in haar hoofd, mm-hmm, overleden. Mm-hmm. Eerst was er geen verdachte, was het een ongeluk geweest. Toen werd er wel een verdachte aangeweest. Mm-hmm. Haar zoon, als ik het goed heb, omdat... Rechtenstudent. Een rechtenstudent, die ervan werd verdacht om zijn moeder met een kruisboog en daar in de pen te hebben vermoord. Ja. Hij is toen veroordeeld, mm-hmm, voor 12 jaar cel. Mm-hmm. En toen heeft u hem vrijgesproken uiteindelijk. Toen heeft het gerecht Het gerecht hem vrijgesproken en u heeft hem geholpen vrij te worden gesproken. Mm-hmm. Omdat u onderzoek liet doen naar de schedelverwondingen. Nee, ik liet onderzoek doen naar, want ik ben toen met een aantal kruisbogen naar het AMC getogen en heel veel mikpennen. En toen hebben twee onderzoekers van het AMC, die hebben toen buiten mijn aanwezigheid, hebben die schietproeven gedaan met die mikpennen op geprepareerde hoofden. Ja, dat klinkt allemaal heel naar, maar goed, dat gebeurde toen. En daar hebben ze over gerapporteerd en daar kwam iets verbluffends uit, dat resultaat. Want de pen die aangetroffen was in het hoofd van de moeder, was ongeschonden. Dat was gewoon een ongeschonden, hè, qua sporenbeeld, big pen. Het pennetje, het dingetje erin en geen verplaatsing van inkt, et cetera. En al die big pennen waarmee die proeven waren gedaan, die hadden allemaal één overeenkomstig sporenkenmerk. En dat was dat door een zogenaamd telescoop-effect was ontstaan. Dus door natuurlijk het afschieten, dus de snelheid maal het gewicht van de pen en dan het plotselinge stoppen van de pen, schoot die punt, die schoot eruit en die inkt, die schoot eerst naar voren en toen naar achter. Dus je had al die pennen maar op dezelfde wijze beschadigd. En die bevindingen, die waren heel erg belangrijk in de beoordeling of dit een zaak was waarin het gewicht en de snelheid was veroorzaakt door het vallende lichaam op een pen die in de hand gehouden was, een ongeluk, of dat de pen verschoten was door middel van een kruisboog. Maar hoe kwam je hierop? Want ik zou geen idee hebben welke verwondingen een balpen aandoet in iemands schedel en ik denk u van tevoren ook niet. Hoe bedacht u van, ik ga het laten onderzoeken? Nou ja, wat je als advocaat altijd doet, en daarom is het ook zo'n leuk vak, en daarom is het ook zo spannend, je gaat gewoon kijken, wat is een tactisch bewijs? Dus het zijn de bewijsmiddelen die uit de monden van getuigen komen. Dat is meestal redelijk overzichtelijk, alhoewel er ook soms hele interessante dingen in zitten. Maar als je kijkt naar de sporen vertellen altijd een verhaal. En als je constateert dat een pen niet beschadigd is, dan ga je daar met een deskundige over praten. Wat betekent dit? Dat betekent dus dat de pen zelf waarschijnlijk in stilstand in het hoofd terechtgekomen is. Want anders zouden er sporen op die pen aangetroffen moeten zijn. Maar ja, dat was de eerste aanleg. Het Openbaar Ministerie had dat natuurlijk moeten onderzoeken. Dat vind ik achteraf nog steeds onvoorstelbaar dat dat toen niet is gebeurd. Dat hebben wij toen in hoge beroep. Wij dachten echt dat die jongen ook vrijgesproken zou worden in de eerste aanleg. De wijs was uitermate dubieus en mager. En ik ben overigens in deze zaak echt van overtuigd dat mijn cliënt onschuldig is. Maar dat even terzijde, dat is ook verder helemaal niet relevant. Ja, maar daar zou ik nog wel een vraag over willen stellen. Want inderdaad, deze zaak is 30 jaar geleden behandeld. En een aantal jaar geleden, in het tv-programma Doden Liegen Niet, kwam er toch bewijs van een expert dat het toch een stuk waarschijnlijker was dat het de kruisboog was in plaats van een val. Nou, dat vind dus ik toen echt... hij dat, ik weet niet of je nou, dat al... Ik heb dat toen gezien, ik vond dat echt een volstrekte kuddekoek, moet ik zeggen. Maar ik kon de redenering ook niet eens volgen. Ik vond dat werkelijk totaal niet overtuigend. En ik verwijs dan heel simpeltjes naar de uitspraak van de rechter. De rechter heeft gedacht en gewogen
en geoordeeld dat mijn cliënt vrijgesproken is. Nooit twijfel over gehad. Nooit twijfel over. Programma gezien. Oké. Okay. Dit was dan een onschuldige die u bijstond. Maar u heeft ook mensen bijgestaan die met best wel veel overtuigend bewijs waarschijnlijk toch wel echt criminelen zijn. maar deze uitspraak, daar zou ik onmiddellijk tegen willen. Daar zou ik wel iets tegen induwen. Laat het me anders verwoorden. Ja. Mocht u in een rechtszaak zitten en er is heel veel bewijs. Mm-hmm. De rechter veroordeelt iemand tot een gevangenisstraf. Mm-hmm. En het is eigenlijk zeer waarschijnlijk dat dit persoon het heeft gedaan. Mm-hmm. Voelt u ergens dan een opluchting als er iemand toch gevangen genomen wordt? Of bent u altijd er helemaal van overtuigd dat uw cliënt echt geheel vrijgesproken moet worden? Ik ben daar helemaal niet van overtuigd dat een cliënt altijd vrijgesproken moet worden. Als ik, als ik geconfronteerd word met een dossier met daarin ontzettend veel redelijkgevend bewijs, dan zal ik mijn cliënt adviseren om een verklaring af te leggen. Of een bekennende, of misschien is er een alternatieve verklaring voor een scenario dat het bewijs kan verklaren. Maar ik voer alleen een vrijspraakformulier op het moment dat het bewijs ontoereikend of dubieus of onrechtmatig verkregen is. Dus mocht u een zaak dan verliezen, uw cliënt wordt opgesloten, voelt u dan opluchting? Nee, maar het is niet verliezen of winnen. Het is niet zo dat vrijspraak winst is en veroordeling verlies. Er zitten heel veel grijstinten in. Als ik een cliënt spreek en als die in de knoop zit met zijn geweten en hij besluit om een zaak die kantje boert, vrijspraak, hij besluit toch een bekentenis af te leggen, dan helpt hij zichzelf aan een veroordeling, maar hij helpt zichzelf ook aan het kunnen verwerken van iets wat voor hem heel slecht voelde. Dus, en dan is zo'n zaak niet verloren, helemaal niet. Integendeel, dan is zo'n zaak voor deze jongen of dit meisje of deze vrouw of deze man een zaak waar die mee voort kan leven en bijvoorbeeld ook de nabestaanden of wat dan ook. Dus het is geen zwart-wit verhaal. Totaal niet. U werkt natuurlijk best wel lang met uw cliënten. Bouwt u dan ook echt een band op gedurende zo'n strafzaakproces? Ja, altijd. Ja. Dat is heel belangrijk, want als je dat niet doet, dan mis je een hele belangrijke schakel in de wijze waarop je iemand kan verdedigen. En mocht iemand worden vrijgesproken, u heeft uw zaak gewonnen, u bent hartstikke blij, drinkt u dan ook wel eens een biertje met ze op een terras? Gaat u dan samen feesten of is het dan afgesloten? Nee, ik ga echt niet samen een biertje drinken op terrassen. Wat ik wel doe, dat is dat cliënten soms jarenlang, soms gewoon 30 jaar, soms 20 jaar, contact met me blijven houden. En af en toe even bellen en zeggen van nou, ik ben in de buurt, zal ik even op kantoor. Bent u op kantoor, dan drinken we een kopje koffie in de spreekkamer en dan praten we even bij. Dus dat doe ik wel. Maar ik ga niet biertjes op terrassen drinken met cliënten. Nee. Het hangt ook trouwens wel een beetje af. Kijk, in de zaak, hè, de tabakzaak, nou, daar werkte ik samen met een aantal longartsen, langdurig, zeer intensief. Dat is een andersoortige zaak ook. Maar ja, je doet het niet. Het zijn niet je vrienden, het zijn je cliënten. En cliënten die vinden het vaak ook heel fijn om gewoon verlost te zijn van de werkzaamheden van een advocaat. Want dat betekent toch dat de zaak achter de rug is. De advocatuur is in 2019 best wel wakker geschud. Zeker de strafrechtadvocatuur door de moord op Dirk Wiersum. Mm-hmm. Bent u er altijd bewust van geweest, van het gevaar toch wel van een strafpleiter zijn? Nou, ik heb echt nooit gedacht dat een collega van mij vermoord zou worden. Dus dat was een ontzettende klap voor de hele advocatuur en voor de hele, voor de rechterlijke macht, staand en zittend. Dat was echt een dieptepunt, of is nog steeds een dieptepunt. Ja, want is het dan, als u dit nooit had gedacht, is het veranderd de afgelopen jaren? Of is het gewoon één gebeurtenis geweest waarvan u denkt, dat was het? Nou ja, dat hoop ik. Ik hoop dat het is één gebeurtenis te veel. Maar kijk, als professionals moeten hun werk kunnen doen zonder dat ze bang zijn voor represailles of aanslagen of wat dan ook. Dus dat is zoiets ergs en zoiets Mexico aan de Noordzee. In Italië worden de grote strafrechtszaken zwaar beveiligd. Mm-hmm. Door de politie is ook verplicht. Mm-hmm. Maar daar streven we dus nog niet af in Nederland. Nou ja, ik hoop het van niet.
eerlijk gezegd, maar je weet het allemaal maar nooit. We weten het natuurlijk nooit. Ja. Het is verschrikkelijk. Ja. Want we weten het nooit. Wat er nu opkwam in de advocatuur is dat het heel lastig is om misschien een advocaat te vinden voor de verdediging van de moordenaar van Dirk Wiersum. Omdat de meeste advocaten vinden het walgelijk, een moord op een andere advocaat. Mm-hmm. Dat snapt iedereen heel goed. Maar ik denk dat de eerste die zou pleiten voor een goede verdediging van zijn eigen moordenaar is Dirk Wiersum. 100%. Dus daar twijfel ik niet aan. Dus bedoel, het was gewoon zo'n advocaat puur sang. Ik ben er gewoon van overtuigd dat hij over zijn overlijden heen, dat hij dan zegt, natuurlijk moet je die zaak doen. En u? Zou je dat doen? Nou, kijk, om een veelheid van redenen zou iemand van ons kantoor dat niet doen. Ik bedoel, wij treden op in de Marengo-zaak. Okay. Die zaak wordt heel erg gekoppeld door het Openbaar Ministerie aan de Marengo-zaak. Ja, dus dat is dan een conflict. Ja. Maar uit principe overwegingen? Ja. Principieel, ik zou het zeker wel hebben gedaan. Ja. Ook vanuit de datgene wat Dirk Wiersum ook zelf uitstraalde. Natuurlijk, iedereen heeft recht op verdediging, op goede verdediging. Buiten het verdedigen van grote criminelen en onschuldige burgers, staat hij ook bekend als een advocaat die het opneemt tegen de grote industrie. U deed aangifte tegen de tabaksindustrie. Van waar deze omslag naar het aanklagen in plaats van het verdedigen? Nou ja, kijk, de grote winst die je hebt als je aan de kant van de verdediging staat, is dat je precies weet hoe het OM werkt. Hè, hoe de strafzaak, hoe dat er allemaal uitziet. Dus het is ontzettend handig als je al die speciale dingetjes vanuit in het strafproces, als je daarvan op de hoogte bent. Dus ik weet heel erg goed wat je nodig hebt om de andere kant te bedienen. En toen een doodzieke, kankerhebbende moeder van 4 kleine kinderen zich bij mij meldde met longkanker. En ze in bijzijn van haar longspecialist wandelde kanker. De vraag bij mij neerlegt van, is het eigenlijk niet een strafbaar feit wat de tabaksindustrie flikt? Hè? Ik bedoel, ze maken mij op mijn 15e verslaafd aan een product waar ik niet meer van afkom. Ze manipuleren dat product zodanig dat het rookbaar wordt en dat je er gewoon ieder uur behoefte aan hebt om aan die verslaving aan nicotine. Dat is een van de ergste verslavingen, erger dan de heroïne die er is. Is dat eigenlijk niet gewoon een strafbaar feit, hè, wat de tabaksindustrie doet? Nou, en dat vond ik echt een ontzettend intrigerende vraag. En natuurlijk met kantoorgenoten over gesproken. En de grote discussie was, wat doe je met de wederrechtelijkheid? Ik bedoel, jullie studenten weten wat ik bedoel. Er wordt een vergunning door de overheid afgegeven vergunning, tussen aanhalingstekens. De tabaksproducenten mogen hun product op de markt brengen als ze zich houden aan de regels. En als dat allemaal volgens de regels is verlopen, dan mag dat worden verkocht. En daarnaast was er een tweede probleem. En dat was, mensen beginnen zelf met roken. Dus het doorknippen van de causale keten, eigen schuld, dikke bult verhaal. Dus dat was natuurlijk ook een probleem. Nou, en die twee punten die hebben ertoe geleid dat we die zaak specifiek op die twee hobbels hebben proberen aan te vechten. Op de wederrechtelijkheid en op het doorknippen van de causale keten. Nou, en dat was ontzettend fascinerend, want ik leerde, ik ben zelf een ex-roker, ik heb helaas 30 jaar gerookt, dus ik heb nog een ticket to go earlier, longkanker of andere kankers. Nou, we hopen het niet. Het tast je DNA aan. Hè? Dus ik ben alweer heel lang gestopt, maar ik heb een schade die nooit meer weg te denken is. Maar die zaak die fascineerde zo ontzettend. En die heeft geleid tot zoveel aangiftes, ook van alle academische ziekenhuizen in Nederland, van het AVL, van alle mensen die ook maar iets van belang zagen om die tabaksindustrie, die natuurlijk heel geniepig is en alleen maar gericht is op het verslaafd maken van kinderen en ze verslaafd houden, om die aan te pakken op een strafrechtelijke manier. En toen heb ik aangifte gedaan van
doodslag, mishandeling, opzettelijk benadeling van de gezondheid. En een aantal punten ingebracht waarvan ik hoopte dat het Openbaar Ministerie daar ook een reden in zou zien om de vervolging te gelasten. En dat is, we hebben heel veel aandacht gehad met die zaak, maar dat is op strafrechtelijk niveau mislukt, eigenlijk op die wederrechtelijkheid. U geeft aan dat u eigenlijk al best wel lang boos bent op de tabaksindustrie. U praat er ook met heel veel passie over. Waarom duurde het totdat iemand naar u toe kwam om deze, om deze aanklacht in te dienen? Waarom kwam u daar zelf niet eerder mee? Nou ja, je weet eigenlijk gewoon niet eens wat er echt precies in de sigaret zit. Je denkt altijd, er zit tera-nicotine in. Dat dacht ik zelf. Terwijl ik toch eigenlijk meestal ook wel... me bewust ben van wat ik doe, maar ik heb nooit beseft hoe misdadig dit product is. Ik heb nooit beseft dat de tabak, dat het helemaal niet normaal is om rook te inhaleren. Dat als je een barbecue hebt en je gaat boven een barbecue hangen en je gaat daar een beetje rook zitten inhaleren, dan weet je gewoon dat je een hoestbuik krijgt. Dus ik heb eigenlijk nooit beseft wat het antwoord op de vraag was, of ik dan plots in die sigarettenrook kon inhaleren. Nou, dat kan omdat de tabaksindustrie daar anti-hoestmiddelen in verwerkt. Daardoor kun je rook inhaleren. En rook is het vehikel om de nicotine pijlsnel in je hersenen te krijgen. Dus de kick van de nicotine heb ik ook nooit echt zo beseft. Ik bedoel, ik ben 30 jaar verslaafd geweest, maar ik heb eigenlijk altijd gezegd, ik stop ermee als ik dat zelf wil. Gewoon, dat is gewoon verslaafde praat. Dit soort praatjes. Ja. Dus ik heb het eigenlijk als een onschuldiger genotsmiddel gezien, in plaats van als zeer verslavend harddrugs. Want u vertelde net al dat het OM de zaak niet heeft aangenomen, dat het zeker niet tot het niet de zaak laat staan een veroordeling is gekomen. Mm-hmm. En dat doen we met wederrechtelijkheid. Wat is nou ervoor nodig dat het volgende keer wel lukt? Als wij kunnen aantonen, hè, want dat gesjoemel met die gaatjes, daarover is gezegd, maar dat is 15 jaar geleden was dat al bekend, bla bla bla. Dus het meten van de sigaret met dichtgaatjes, meten van de sigaret. Ja. Een heel technisch verhaal, ik zal je daar niet mee vermoeien. Maar op het moment dat we hen kunnen betrappen op het overtreden van de regels, dan wordt er onmiddellijk weer aangifte gedaan. Dat is, dat durf ik wel te stellen. Dat is één. En twee, ik hoop ook dat het maatschappelijk denken zich zodanig ontwikkelt dat dit meest verslavende en extreem dodelijke en ziekmakende product gewoon verboden wordt. Er zijn mensen die vinden dat juristen te vaak op de stoel van een wetgever gaan zitten. Bijvoorbeeld met de hevige kritiek op de Urgenda-zaak tegen het klimaat. Mm-hmm. Wat is uw reactie op mensen die vinden dat het aan de politiek is om over de tabaksindustrie te oordelen en niet voor advocaten of rechters? Mm-hmm. Nou, mijn reactie daarop is dat politici altijd proberen om hun kiezers tevreden te houden en dat er dan gewoon niks gebeurt. Overheden die doen niks omdat de overheid natuurlijk samengesteld is. Dat is gewoon een politiek apparaat. En om de 4 jaar wil iedereen weer met mooie groene cijfers winnen. En dat is ook tegelijkertijd een rem op echte veranderingen. En dus wil je een onafhankelijk rechter die losstaat van de politiek daarover laten oordelen. Als de meeste mensen het wel willen, als die roken prima vinden, we weten tegenwoordig wat de effecten ervan zijn. Waarom is het dan aan rechters en advocaten om te zeggen dat mensen dat niet mogen willen? Ik denk dat heel veel mensen überhaupt helemaal niet weten hoe het echt zit met de sigaret. Ja, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, dan wist ik nog niet 5% van wat ik nu weet. Van wat er echt in zo'n sigaret zit en wat er echt met je lijf en met je brein gebeurt als je verslaafd bent aan roken. En als je al die kankerverwekkende stoffen, als je die iedere dag, ieder uur of ieder half uur inhaleert. Nou, en ik vind dat, als ik kijk naar het wetboek van strafrecht, daarin strafbaar gesteld, het opzettelijk benadelen van de gezondheid. Nou, ik bedoel, als er iets is wat nadelig is voor de gezondheid en wat mensen, als ze verslaafd zijn, zelf niet kunnen beslissen, ja, dan moet je ze toch beschermen tegen zichzelf. En dan moet je ervoor zorgen dat een product dat jaarlijks in Nederland, hè, maar laat ik het anders zeggen. Iedere week gaan er 385 mensen dood aan roken in Nederland. 385.
weet niet hoe groot een Boeing is, hoeveel mensen erin zitten. En stel je voor dat er iedere week een Boeing neerstort in Nederland. Nou, ik denk dat gewoon dat iedereen gewoon hysterisch van angst en verdriet wordt. En omdat het de effecten van roken niet instant zijn, maar zich manifesteren na 8 tot 15 jaar, is het brein van, en dat is evolutionair ook onderzocht hoe dat dan zit, maak je daar geen zorgen over. Denk van, oké, dat moet iedereen zelf weten. U bent op dit moment bezig met uw zaak tegen Tata Steel. Mm-hmm. Ook weer een grote strafrechtszaak tegen een bedrijf. We hebben het erover gehad dat uw aanklacht tegen de tabaksindustrie niet is gelukt. Mm-hmm. Waarom denkt u, wat bent u van plan anders te doen om ervoor te zorgen dat het bij Tata Steel wel gaat lukken? Nou, niet anders doen, want ik zal het op zichzelf zijn er veel parallellen. Maar het grote verschil in de Tata-zaak is dat er vele overtredingen zijn, dus dat de vergunningsvoorschriften structureel worden overtreden. En dat blijkt ook uit het aantal incidenten, tussen aanhalingstekens, want het zijn geen incidenten, maar structurele overtredingen. 2000 keer per jaar meldt Tata zelf dat er iets aan de hand is. Dat de emissie, dat er een uitstoot is geweest die niet toelaatbaar was ten gevolge van een verstoring van de installaties. Nou, noem maar op. Dus we hebben daar veel meer munitie om de wederrechtelijkheid niet tegengeworpen te krijgen in de beslissing van het Openbaar Ministerie om die te vervolgen. Dus eigenlijk is het gewoon makkelijker? Veel makkelijker, zeker. Ja, ja. Tegenwoordig kan dankzij een strafrechtszaak ook deels compensatie worden gegeven aan slachtoffers. Mm-hmm. Mocht Tata Steel, mocht de aanklacht lukken, bent u dan ook van plan voor die compensatie te gaan? Maar natuurlijk. En ik ben vooral van plan om te gaan voor het uitroeien van de slogan, hè, die in de jaren 80 eigenlijk een beetje is de wereld in is geslingerd. Hè, de vervuiler betaalt. Hè, dat was een beetje wat... dat was dan heel revolutionair. Jij, als je betaalt, ga je dan betalen. Maar dat moet eigenlijk stoppen. Want het is net alsof je een recht koopt op vervuiling. He, je betaalt ervoor en dus mag je vervuilen. Wat denk ik heel erg gevreemd moet gaan worden, dat vervuiling nooit mag. En zeker niet als het ten koste gaat van de volksgezondheid. Ja, want u zegt dat het een stuk makkelijker is om Tata Steel te vervolgen met de vergunningsvoorschriften. Maar je hebt helemaal gelijk. Mm. Als advocaat kunt u natuurlijk zich in beide kanten inleven. Stel, u zou nou Tata Steel mogen verdedigen. Nou, dat zou ik echt niet doen, want ik ben een overtuigd voorvechter voor het behoud van de planeet. En ik bedoel, als ik gewoon zie wat er allemaal kapot gaat onder het mom van consumptie en grootverdienerij, ja, dan denk ik dat we met z'n allen ontzettend hard bezig zijn om, ja, in ieder geval de planeet ten gronde te richten. Dus ik zal nooit een milieuvervuiler bijstaan. En in hoeverre zou u dan, u zou wel een strategie voor hun kunnen bedenken, of welke strategie ziet u aankomen van Tata Steel om zich te verweren? Ik hoop dat ze niks weten te zeggen, daar gaan we voor. Ja. Zou u bijvoorbeeld dan ook, want we hebben nu Urgenda, die de staat aanklaagt, in plaats van een bedrijf om de klimaatdoelen te halen, bent u ook veel voorstander van? Mm-hmm. Zou u die ook willen helpen bijvoorbeeld? Ik ben bereid om iedereen te helpen die zich inzet voor het behoud van het milieu. Dat is leuk. We hebben binnenkort ook ergens een interview met Marjan Minnesma, de directeur van Urgenda. Dus we zullen het doorgeven. Goed, ik ga natuurlijk de strafrechtelijke route. Ja. Daar kies ik voor. Hè, omdat zeker de Tata-zaak is al jaren van alles gebeurd op civielrechtelijk niveau. En op allerlei niveaus. Dat is allemaal mislukt. Het strafrecht als laatste redmiddel. Het moet in ieder geval gaan veranderen, denk ik. Ja, normaal gesproken kan ik wel stellen dat strafrechtadvocaten niet de publiekslievelingen zijn. Mm-hmm. Vaak zien mensen een verdachte, dat is zeker niet de publiekslieveling, degene in het team ook niet. Mm-hmm. Maar nu met de tabakzaak en Tata Steel staat u wel aan, hoe zou ik het zeggen, de goede kant. Ja. Hoe vindt u dat? Hoe ervaart u dat? Nou, dat is wel een opluchting. Ja, is dat leuk? Nou, je wordt ook in dit soort zaken, hoor. Je wordt altijd...
Ik roep nogal veel irritatie op bij een bepaalde groep mensen. Welke groep? Ja, dat zijn dan meestal toch mannen. De witte boze man, misschien. Als ik dat zo... tussen de 40 en de 60, 70, zoiets. Oké. Okay. Ik snap het nooit hoor, meer van waarom eigenlijk. Ik vind mij gewoon een linkse heks. Een linkse heks? Nou, ja, zoiets. Dat, maakt dat even een verschil? Je heeft het over geslacht als je in de rechtszaal staat. Nou, een vrouw moet wel echt bij sommige groepen gewoon de bek houden. Heb ik wel eens het goed? Nee, in de zittingzaal maakt dat niks uit. Maar ik bedoel, in de publiciteit heeft een vrouw altijd, krijgt altijd meer over zich heen dan een man. Ja, dan gaat er een woordje afgerekend op je uiterlijk, of op dat je niet fatsoenlijk opgemaakt bent, of dat je haar zo raar ziet, of dat de kleding niet deugt, of dat soort onzin. Ja, dat gebeurt wel. Denkt u dat u wel eens grote zaken daarop heeft verloren? Als u een man was geweest, dat u dan zo'n zaak makkelijker had kunnen winnen? Nee, totaal niet. Nee wel. Nee. Ik sta met een vrouwtje wel. Als we het hebben over die aanklachten, u zegt dat u heel gepassioneerd bent, dus er gaan meer komen wellicht. Sorry, er gaan meer aangevers komen? Nee, u gaat meer aanklachten doen tegen dit soort grote bedrijven. Ja, als ik ga me eerst even vol concentreren. Ja, vol concentreren op data steal. En daarna zien we dus wellicht... En daarna zien we wel, maar eerst data. Ja, want nu u dus inderdaad zo, u vertelde net al dat u heel druk was met de datazaak. En ik kan me voorstellen dat u... als strafrechtadvocaten, zeker als een van de bekendste, heel druk werd met de hele grote zaken. Mm-hmm. En in hoeverre behandelt u ook nog kleinere zaken? Ja, dat doe ik ook nog. Want en u zelf dan ook? Ja, dat doe ik ook daarnaast. Ik bedoel, je doet niet één zaak. Hè, je hebt verschillende zaken die hier lopen. En ik vind het ook heel leuk om wat kleinere zaken te doen. Ja. Dan zijn we alweer aan onze allerlaatste vraag aangekomen. Stelt u zich eens voor dat u een geheel nieuwe rechtszaak zou mogen aanspannen. Mm-hmm. En u weet 100% zeker dat u deze zaak gaat winnen. Mm-hmm. Wie zou u dan verdedigen? Wie zou gaan aanklagen? Welke zaak zou dit zijn? Een geheel nieuwe. U mag er nog niet mee bezig zijn. U mag er nog niet hebben gehad. Ook niet een nieuwe zaak tegen de tabakindustrie? Nee. Nee? Oké. Okay. Nou, het zou toch weer een vervaarlijk worden. Misschien Shell? Zou Shell gaan aanklagen? Ja, misschien. Dat is alleen, daar zijn we benieuwd naar, misschien gaat het zien. Ja. Nou, mevrouw Fiek, heel erg bedankt dat u hier wilde zijn. We hebben een heel leuk interview gehad, leuke dingen gehoord. Hartstikke bedankt. Nou, graag gedaan. Was ook leuk. Bedankt.